Voor me staat Thomas Kortbeek, 400 meter hordenloper. Hij heeft net in Leiden de 400 meter horden gelopen. Afgelopen najaar maakte jij een belangrijke beslissing voor voortzetting van je atletiekcarrière. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, na twee toch wel vrij magere jaren in de 400 horden en 10 jaar bij dezelfde trainer, Harry Schulting, Nederlands recordhouder 400 meter horden, heb ik beslissing genomen om na 10 jaar gewoon eens die cyclus te doorbreken, een nieuwe prikkel op te zoeken. En ben ik gaan trainen bij Marita van Zol, trainster van onder andere Gregory Sedok, 110 meter hordenloper, en Tim Verlaan. En gewoon puur om een nieuwe prikkel te zoeken en weer uit het dal van de twee magere jaren omhoog te klimmen. Je bent een tijdje geleden op trainingsstage geweest. Nou, die verliep heel goed. Ja. Alleen jammer genoeg toch iets last gekregen van Achillespezen. Ja. Hoe sta je er nu voor? Ja, zoals je al zei, in de winter hele goede trainingsstage gehad in Zuid-Afrika en in Portugal. Nou, richting het wedstrijdseizoen wat meer wedstrijdspecifiek getraind en toch weer een beetje Achillespeesklachten gekregen. Een beetje een oud kwaaltje wat dan af en toe terugkomt. Momenteel vandaag weer de eerste test op 400 horden gedaan. En de pees houdt bijzonder goed, dus weer heel positief. Jij zat in 2003 heel dicht bij de Olympische limiet, slechts 600 zat je erboven. Ja. Hoe kijk je nou tegen Olympische Spelen aan? Ja, de Olympische Spelen is natuurlijk het doel van elke atleet. Uiteindelijk na twee magere jaren is het wel heel moeilijk om realistisch te zeggen van nou goed, die Spelen, daar wordt even kat in het bakje, die gaan we halen. Het doel in eerste instantie is gewoon weer Nederlands kampioen worden. Dus ik wil over 3 weken gewoon weer als eerste over de streep komen. Dat is eigenlijk ook een beetje het thema. Ik wil weer gaan winnen, ik wil wedstrijden gaan winnen. Hoe dicht ik dan bij de Spelen kom, ja, dan moet ik weer terug naar de snelste tijden die ik ooit gelopen heb. Ik moet 48,85 lopen en 48,95 heb ik ooit gelopen. Natuurlijk wordt het doel zo snel mogelijk weer richting 49 seconden op 400 horden. En op de 400 horden kun je in één race zoveel goed maken dat het misschien best wel eens heel hard zou kunnen. Dat zou een verrassing zijn voor mezelf en ik denk ook een verrassing voor de buitenwereld. Maar in eerste instantie wordt het gewoon NK als doel en dan kijken hoe ver we nog internationaal kunnen komen. Oké, heel veel succes komende week en bedankt. Dankjewel.